Je luistert naar de fuckcast. Fuckcast. is <laughs> de slechte kant. Moet je, zelf, moet je van me vast. wegpraten. <laughs> maar jij hebt toch geen slechte kant, Jade? Je bezit geen deze slechte de kant. Deze is de slechte kant en deze goede kant. Wat, wat is er dan goed of slecht aan de welke kant? Dat weet ik niet goed, maar... <laughs> Je ziet je tricks! Nee, totaal niet! Jawel. Ja, Ja, een beetje. Je hebt geen slechte <laughs> kant. Oké okay, dan. Het is vandaag. Dinsdag. 5 juli. 4! Dinsdag 4 juli. Het is. Uh, hoe noemt dat? In Amerika? 4 of, of July. Ja, inderdaad, gewoon letterlijk. Yes. En ik zit hier in de kelder van de Joker. tegenover Jade Beetjes En die heeft een mooie kant. Een goede kant. Hier, hier is de camera. Ah, ja. Kijk, je ook naar de Dag, nieuwe ah, luisteraars ah. en kijkers. <laughs> dus, uh, waarom zitten we hier? Ja, er komt niet echt optreden. Nee. Je uh, komt hier een Het Eiland quiz presenteren. Ja, de tweede vandaag. De tweede vandaag? De tweede gisteren, van twee. gisteren hebben we ook okay één gedaan. Ja. Uh, gisteren was het maandag, hebben we ook okay één gedaan. En ik heb het allemaal gezien. Of tenminste, ik heb de quiz uh, meegemaakt. Uh, ik sta erop bekend dat ik uh, geen uh, quizliefhebber uh, Sorry, quizliefhebber wel. Maar geen eilandliefhebber ben. Dat is zelfs tot Jan Elen geraakt, ja. heb ik begrepen. Ja, ja. Dus Jan Elen, de regisseur van het eiland, weet dat ik geen fan ben. Ja, klopt. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Ik heb een beetje van naast gebaard. Van naast gebaard? Denk ik zo Dat ja, ken ik zelfs niet. Oké, okay, je hebt nu uitdrukking gebruikt die ik nog nooit Zo gedaan, gedaan van: ik weet van niks. Ja, maar je mocht dat wel zeggen. Ik vind dat ook ik vind dat een aardige man, hè? Ja, absoluut. Maar ik vind gewoon: de, ik vind dat een beetje pruiken. Tenminste, mijn mening was dat er pruikenparade is. Ja. En blijkbaar is dat tot wat Want jij voor, jij, voor de quiz. Ja. ja. Dus ik vroeg aan voor de quiz of dat Jan Ehler, want dat is mijn baas, met die al Ja, wereld. Ik die al een, wereld. een vraag wou. Um, zo, een filmpje mee dat hij hem een vraag wou voorlezen. En hij zei, ja, dat is goed. Ik zeg, ja, ik doe die quiz in de Joker. Ik was super enthousiast. Hij wilde heel graag komen. Maar hij is juist op vakantie nu. Ah, ja. Uh, want hij was, was super dingen. Uh, en hij zei, Amai in de Joker. Ik dacht dat Fokke geen fan was van, uh, van het eiland. Hij vindt dat niet goed. Ja, dat is de kleur. En ik zei Oops. toen zo, ah ja. Want <laughs> voor mijn vrienden spring ik in de. <laughs> Ze zullen het niet geweten hebben hoor. Ja, die mag dan weten. Ik bedoel, dat is, niet, dat is geen persoonlijke. Ik bedoel, dat is... Heeft hij eigenlijk ook geschreven? Ja. Dus hij heeft het uh, ja. helemaal zelf hij of nog bij met anders Nee. Ja. ja, dat is meestal wel mijn. Allee, je maakt iets, dat is ook met inbreng van acteur. Ja ja, 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 ja. Dus ik durf dat nu niet. Maar, maar hij heeft wel ook hetzelfde geschreven? Ik denk nu. wel, allez, Jan helen is wel de. De man die er achter zit. Maar ik ken die eigenlijk al van. Ik heb die ontmoet. Kennen is een groot woord. Maar ik heb die ontmoet in 1997. Toen, toen, was, toen was jij nog niet geboren. Uh, toen hij Van Eygens uh, regisseerde. En yeah. via Adriaan heb ik hem dan uh, één keer, twee keer ontmoet. Nu, Jan, uh, het eiland. Uh, uh, ik heb altijd gezegd: ik hou er niet van. Maar ik moet wel eerlijk nu bekennen. Ik had er nog nooit eigenlijk heel veel van gezien. Dus ik denk dat ik ooit een Ik heb gisteren voor de eerste keer een hele aflevering bekeken op een DVD. Ja. Uh, wat is voor Jan een beetje de fascinatie van het eiland? Goh, ik denk dat het zo, zo Vlaams is en zo herkenbaar. Ja. Daar doen typetjes in mee dat je echt denkt: van dit is gewoon. Zo echt, het is ook situatiehumor, er gebeuren ja. echt goede dingen, waarvan je dan denkt: van, dat is zo goed gemaakt, dat zit zo goed in één. En ik geef toe, allez, als je het woord pruikenparade, doe misschien wat er niet, want ik vind dat heel grappig. Iemand mijn pruik, ik, ik vind dat allez, bij de ideale wereld ook, als, als er iemand een pruik opzet. Allee, de Lucas Lely mijn pruik op. Sorry, maar ik vind dat gewoon heel grappig ja, en leuk. Ja, maar dat vind ik iets anders. Dan doe je een sketch en dan is dat... Ja, misschien... dit, is, dit is toch een soort sitcom? Het is toch het bedoeld is een als sitcom. sitcom? Ja, het is een sitcom. Ja. Het is een sitcom die zich situeert in een, een kantoorsetting. Uh, ja. uh, een beetje wat vroeger de collega's... Heb je ooit de collega's gezien? Nee, dat is... Ja, ja dat, dat is eiland dat is een was voor misschien mijn tijd, ook hoor. wel van voor mijn een tijd. Ja. Maar ik weet nog dat je dat toen wel live gevolgd hebt. Dus dat ik toen zat ik... Nog in de lagere school. Van welk jaar is dat? Welk jaar kwam dat op tv? 2004, eerste aflevering. 2004, eerste aflevering. Is en dat even... een vraag in de quiz? Ja. Ah, ja. Dan meer dat ik dat weet, anders. <laughs> we nu niet zo... 2004, zo... en dan was jij. Ah, wel, ik ben van 98, dus. Ja, dan was jij 7... 16, 17. Nee, 7 6. of 8. Ah, zeven of acht jaar, zegt tien ja. Zeven of acht jaar, dus zo, zo jong eigenlijk. Ja, ja, ja zeven of acht En ik acht weet jaar. nog dat ik, dat ik er langer op mocht blijven om dat te zien. Ah, ja. En er was nog een jongen in mijn klas dat dat ook keek en voor de rest dat geen enkel kind want dat was Nee, want iedereen keek naar jeugd voilà. Maar ik weet nog dat ik dat echt heel graag zag en ook zo het geslachte pauw en zo. Ah, ja. allee, ik, en waarop, waarop ons mama zo nu zegt van, allee, dat is eigenlijk wel zo dat je toen ook al zo met humor bezig ja. was. want dat is helemaal niet iets voor een kind om te nee. kijken. Ik snapte daar ook niet alles van. Maar zo uh, af en toe die slapstick-momenten in ja. het eiland. Ja. Ja, daar snapte ik dan wel. En daar ja. moest ik heel erg mee lachen. Dus die zegt zo ook wel wat dus, Nostalgie. Is en al en wanneer heb je dat dan herbekeken? Of wanneer, wanneer daar, dat, je, dat je eigenlijk de, de inhoud meer snapte? Ah, wel, vanaf toen, iedere keer als wij op reis gingen. Wij gingen, gingen zo jaarlijks met de familie op reis. Ja. Um, en dan hadden wij zo'n klein DVDje. Zo'n mini-DVD. Een mini dvd, mini -DVD Ja. En dan, hadden wij, dan was dat gewoon, als we naar Frankrijk reden, heel die weg, het eiland. En wij konden dat allemaal mee zeggen. Ja, allemaal mee en zeggen. als we daar waren in, in Frankrijk, dan was dat ook nog eens van s'avonds. Dus het is dus ja, ook een beetje een familiedingetje. Een familie Absoluut. Ja, mijn familie was ook heel enthousiast. Want ik bedoel dan de uitgebreide familie, ja, 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 niet alleen ja, ja. het gezin. Hè. Nee, nee, ja, ja. Dus maar mijn onkels en tantes die zijn ook echt wel. Uh, Echt wel fan, ja. En mijn negen en mijn nichten, we zijn allemaal heel grote fan. We kunnen dat allemaal mee zeggen. Zo. En heb je dat dan daarna, nadat je niet meer meeging op vakantie, nog, nog herbekeken? Um, nu heb ik het met mijn vriend nog eens bekeken, want die had het ook nog nooit had gezien. Ah nee, die had het ook nooit gezien. En ik merk, die is echt zo wel, ja, ik denk, acht of negen jaar geleden ongeveer. Ja. Um, maar het ziet wel echt, allee, het zat echt wel nog vers. Ja, ja, ja het zit nog in je. Alleen uh... ik, ik was wel al aan het lachen, bij Friends heb ik dat soms ook. Ik was wel al aan het lachen weet, omdat ik weet er wat er gaat komen. En, en, en uh, moet je nu ook lachen op andere dingen? Heb je, kijk je er op een andere manier naar? Ik denk het, ik heb met het maken van de quiz een paar keer gelachen met zo ja. heel stomme dingen. Die film zit er ook in trouwens, waar ik dan bijvoorbeeld heel erg veel moet lachen, is dat hij Frankie zo iets onbeleefd zegt en dat hij Guido dan zo ziet. Frankie zijn nu eens beleefd. Dat is wel super stom, maar ik moet er ook keihard mee lachen. Zo. Hoe dat die... ja, ik moet ook altijd heel hard lachen. Dat is ook wel een goede factor bij mij. Van goede acteurs. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, ja die, die spelen dat allemaal zo goed. Ja. En die, hebben, die zitten zo goed in hun rol. En dat is ook gewoon goed geregisseerd. En daar moet ik ook heel hard mee lachen. Ja, ja, ja. 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 En, en, en ik kan me ook voorstellen dat, dat de situatie van mensen die op een kantoor werken, dat als, je, als je bij de ideale wereld werkt, dat je een gelijkaardige situatie hebt. Dus dat je nog op een andere manier ja. die, die synergie tussen mensen op kantoor uh, ziet ja. of zo. Maar dat is ook op een kantoor. Er komen ook zo verschillende soorten mensen samen. Mensen die dat je normaal niet in je. Nee. Vriendengroep. Ja, ja. ja. Dus, allee, dat is bij de ideale wereld ook. Hè. Je, hebt, je hebt een hele cynische. Ja. Je, hebt, je hebt een heel vrolijke. Je hebt, en, dan, en dat is superleuk. En een dominante. Voilà, en, om uh... die dynamiek te zien en te ervaren. Ja. Omdat in het echte leven zouden wij misschien nooit vrienden... Cube nee, zou, zou je misschien. Nu, het is natuurlijk bij de Ideale Wereld, er zitten ook wel een paar comedians. En dat is, gaat natuurlijk over humor. Dan is het iets minder. Op een echt kantoor word je echt bij elkaar geplaatst. En ja, en je dat, hebt is een, toete, maar, dat is ook toe Maar wel ik kan waar. me wel voorstellen dat, dat, er, dat er bepaalde dingen die. die, die ja, ik, heb, ik zeg het, ik heb maar één aflevering gezien. Maar, maar ik kan me voorstellen dat je af en toe aan de koffiemachine staat. Of, of bepaalde plekken in een kantoor. Ja, dat is herkenbaar, ja. denk ik. Dat ja, kan absoluut. Wel. Goed, en, en uh, um, dus, uh, wat is je favoriete personage? Dat vind ik, heel moeilijk. Maar ik had een heel moeilijke... Dat is eigenlijk een heel logische vraag, maar... Ja. <laughs> ik... ik ben niet van de hele diepte, interviews Nee, is, uh... maar ik... Ja, ik denk... Ja, ik denk... Dat is misschien wel een sketchy personage, maar zo... Anita. Wie is Anita? Wie is dat? Dat is zo... Ja, die in aflevering 1 die komt hij nog... Ah, die zit er niet, in, die heb ik niet gezien. Dat is, eigenlijk... is dat die grijze? Ja, dat is je... Ik echt... heb de quiz gezien. Dat is de mama gisteren. van Jan Elen, dus hij. Ah, de mama van Jan Eelen. En dat is echt nee. een nevenpersoon. Maar zegt hij iets? Ja, die zegt, ik denk in heel de hele serie, een stuk of tien dingetjes. Maar ja, altijd als die iets. doet, moet ik je lachen? En ook gewoon omdat. Alleen dat hij dan zo dik is een mama, dus dat is zo gewoon een gewone vrouw ja, ja. En je ziet ook dat, dat dat is ook gewoon een gewone vrouw zoals je op een bureau zou hebben zitten. Dat is een beetje een, een, een grijze mevrouw en die kijkt vooral heel deadpan. Heb ik het gevoel? Ik bedoel, ik heb nu in de quiz heb ik die voorbij zien komen en, dan, en die kijkt gewoon, die kijkt gewoon en daar wordt op gereageerd. Ja, of soms verschiet die zo of die zegt zo een paar dingen, bijvoorbeeld waar waar we nu voor de geest is, voor de de is, is dus heel boos omdat een Alain op de website ja je hebt dat nog niet gezien nee, ja, ja, bang, dat een ja. Alain als op de website staat uh, dus alles draait om Alain die aflevering ja. en dan zegt hij zegt niet zo de dus Alain staat op de website en dan is je Frankie zo dat weet ik en dat weet Wacht, want ik weet natuurlijk, ik heb één aflevering gezien, ik weet alleen dat is Tom van Dijk met zijn lange, lange pruik. Ja, met zijn tachtig, jaren tachtig Met zijn jaren tachtig haar. En wie is Frankie ook weer? Dat is uh, Wim Obroek. Wim Obroek, dat is die met zijn krulletje, die dikke ja. gast. dan heb je Guido en Michel. Ja, en een ervan is, is de nieuwe baas. Ja, Guido. Want die gast is van de, dus de aflevering die ik gezien heb, dat is de eerste aflevering. Ja. Daar stopt Jacques Van Asje, die is eigenlijk. De Jean? Die wordt weggestuurd omdat er porno op zijn computer staat. Ja. Uh, ben jij een porno -mens? Nee, daar, daar ken ik niks van. Die man, dat is toch grappig? Als jij dat zegt, vind ik dat grappiger dan toen op de twee. Oeh, en hij heeft er een plant mee. <laughs> Je kunt dat ergens op buiten. Hij is de Jean ja het wissen. <laughs> ja, oh, dat, ja. is ook, dat is ook aflevering 1. Dat is aflevering 1, dus dat vond ik wel heel erg leuk, dat gelijk Rick van Geel het wisselen. De rol van zijn leven. De rol van zijn leven. In die eerste aflevering ook nog met haar op zijn kop en op zijn kind. En zo een heel rare kop. Want op een gegeven moment laat je in de quiz laat je nog een, een, nog een stukje van de wisselkind zien van een, een latere aflevering. En dan is ze wel al kale. Ja, dat is seizoen 2. Als, als is seizoen 2. Ja. Dan, uh, dan ziet hij er al meer uit als Rick zoals we hem kennen. Ja. Maar in die eerste aflevering ziet hij er echt keinschattig. En met krulletjes ook. Ja. Zo. De eerste keer dat ik Riek ontmoette, was ik starstruck. Hè? Is dat echt? Dat was met Van Veelen, jongens. Young Ones. Ik dacht zo van, oh my god, dat is de wisser. En ik kan er gewoon mee praten. Ik vond dat ongelofelijk. Ik vond dat ongelofelijk. En nu ook met, met een Hans Rimmer, die gewoon ja. Peter heet. Dat is die kale gast. Ja, die gewoon Peter heet. En, en um, ook voor Woestijnvis werkt. Ah ja. Allee, dat is nu ook zo... Een dat is geen acteur? Nee. Ah, ook, maar die ja? leidt gewoon, gewoon mee. Juist, gelijk de moeder, de moeder van, van Janine. Ja, ja, zo van, ja, ja. Ja, oe, ja, op dat eiland hebben we nog volk nodig. Maar het ding is, die wordt er nog elke dag voor herkend. En, allee, ik stond daar zo mee aan de koffiemachine. En ik dacht zo, oh my god, dat is Hans Rimmer. <laughs> oh, Sorry, Rimmer. maar ik dacht echt van, ik kan vredig sterven, hè. Ik dacht, wie had dat gedacht? Dat ik tien jaar later... Met Hans Rimmer aan het koffiemachine zou staan. Niemand. Had Sorry, dat maar dat da, da, ik. Living the Dream, hè? Jan, Jan fucking Elon is met een baas, hè? Ja, de baas van, van de. de ja. Allee, ik, ik zie die mens elke dag. Dat was mijn idool. Ja. Heb je dat me nou geze gezegd? Nee. Ja, nu weet hij het misschien. Ah ja, maar die is al wel niet lustig. Die, die, nee. die heeft die betere dingen te doen. Ja, die moet nog ik. wat pruiken kopen voor z'n volgende reeks. Oh, ik <laughs> hoop dat ik mag meedoen. Dan. Ja, ja, je hebt keihard mooi haar. Jij ja. hebt toch geen pruik nodig? Jawel, ik, als ik, dat is soms heel grappig als ik een pruik opzet. Echt? En je ja? voor een ideale wereldsketchenspruik ja. pruiken gedaan? ik moet soms een moeder spelen en dus zit ik altijd in kortpietig kaps Ah ja, ja dat heb ik wel gezien Ja ja ja, ja. Oké okay, ja, En dan dat is, gewoon, ja, dat is gewoon leuk dan kun je zo Verander je dat ook transformeer je dat ook echt Ja dat is wel de bedoeling Ja <laughs> Ja maar je bent toch een actrice ja. maar Voel je dat dan wel dus, dus het feit dat die boys uh, wat is toch een beetje een mannen, uh, het feit dat die boys allemaal een pruik opzetten Denk je dat hij daar dan ook hun personage? Uh... Ja, dat denk ik wel. Ah ja. Want soms, bij hey, dus dan wordt er, bij de wordt dan een sketchje geschreven en dan, kijk, bijvoorbeeld, de Lucas en ik hebben een rol, dan gaan we naar het kostuumkot en dan proberen wij pruiken uit en dan is dat van, nee, deze is ze niet. Deze dan probeer je is ze jullie pruiken nee. uit? Deze is ze niet. Of, of zo'n outfit is deze? Allee, ja, dat personage. Is deze, ja. da, allee, zou dat klopt dat dat hij deze allee? en dan zo'n pruik? Er is zo'n één jaren 80 pruik die ik zo altijd wil opzetten. Zo met, met blonde krullen. Dus ik pak altijd die pruik standaard. En dan moeten we zo naar boven gaan om dan de eindredactie te laten zien of het goed is. Ja. En ik heb altijd eerst die pruik op. En dan zien die mensen al afkomen en zeggen die: Ja, dan niet die pruik. <laughs> er is nooit een juist moment voor die pruik. Ooit. zul je dat boven gebruiken. Pruik. Ik ga je zien. Ik heb er misschien een foto van. Oké, okay, ja, dan moet je die doorsturen, dan kan ik die erbij, eh, ja. erbij zetten. Alright. De, de, dus de, de pru, volgens jou hebben de pruiken ook daadwerkelijk wel een de, functie. Een functie. De, ja, er was los wel van één vet. acteur, want ja. we, we hadden het er gisteren over, en er is wel één acteur bij wie de pruik goed gedaan is. Dat ik het niet had gezien, dat ik dacht van dat het zo'n deel haar was, Maar het was ook een pruik. Maar ja. ik ben vergeten wie, wie de. Uh, uh, Michel, denk ik. Nee, wie, hoe heet die acteur? Dirk van Dijk. Dirk van Dijk, ja. ja. Voilà, ja. Uh, maar uh, nu, ik heb dus één aflevering gezien. Uh, ik moet wel één ding zeggen. Uh, uh, VRT krijgt echt, echt de, de, de tering. Dit, ik heb, ik heb een redelijk grote dvd-collectie, ja. dat weet jij. Bij een, ik heb een dvd gekocht van het eiland om te zien, naar te kijken, omdat ik wil weten wat het is. Ja. Uh, uh, dat is de slechtste dvd die ik bezit. En niet, je uh, uh, kunt erover discussiëren, over de inhoud. De hoe. Dat getra de, trans de, transforma de transfer van de beelden op die dvd. Is gedaan met een uh, soort, uh, weet ik veel, uh, banaan en een stuk touw. <laughs> en en iemand heeft dat er. Iemand, een kleuter van drie heeft dat erop getekend of zo. Dat is de slechtste transfer naar een DVD, de slechtste rendering. De, ik, ik heb helemaal niet zo'n mega grote tv. De pixels zijn. Het, het Hoofden zijn gewoon vierkantjes. Het zijn blokjes. Ik zat naar blokjes te kijken. Ik dacht, elk moment kon Ben B in beeld komen. Zoveel wat... blok, zo blokken heb ik gezien. Maar was dat niet. Laat dat niet aan de dingen. Nee, dat lag aan het DVD. Oh. Dat lag aan het DVD. Nu, jij hebt, dit is een DVD die je ook bij hebt. Dus de Eiland DVD. Ja. Uh, uh, van de, maar dit is de, waar een hele reeks van Ik heb alleen waar de eerste. De eerste vier afleveringen opstaan. Maar ik kon. Ik moet eerlijk zeggen, ik moest er doorworstelen vanwege de kwaliteit van de. Ah nee, hoe heet deze acteur? Guido. De, de acteur? De Frank Fokkertijn. Ja. Guido Palmans. Guido, Guido, die die haar. Die, die, ik dacht dat, dat die zijn echt haar was. Ik dacht dat, dat die zijn echt haar Frank Fokkertijn. Ja, maar Appie Gochter, de pruikeman, heeft dat ook echt zeer goed gedaan. Hè? Daar kunnen we over discussiëren. Ik vind die van Tom van Dijk, dat is toch wel echt de meest pruikerige pruik. Zit. Ik bedoel, die pruik kan solo gaan, hè? Misschien. Die pruik, daar kun je de vloer bij zwifferen, uh, 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 hoor. Maar dat pruik. past ook wel weer bij zijn personage, want allee, het is ook zo'n beetje een snulleke. Ja, en die la. Ik, ja, ik, dat is dan. Hahaha, ha, ha. Ik, ik lach raar, maar dat vond ik niet grappig. Dat vind ik niet <laughs> grappig. Eh, 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 nee. <laughs> Als jij dat doet, is het wel leuk. Als ik kan je... het niet zo goed. Ja. <laughs> Dat is het beste stuk... Ja, ik ben ondertussen nog altijd de pruik aan het doen. Ja, nee. Maar dat is het beste stuk ooit. Dus, ja, mag ik al een spoiler van wat er in de serie komt? Tuurlijk, tuurlijk. Dus in de laatste Dus in de voorlaatste aflevering valt Alain met zijn haar... Ja. ...in slaap tegen een vuurkorf. Oké. Okay. Waardoor dat hij zijn haar in de fik vliegt, hè. Ja. Dus de volgende dag, na het weekend, komt hij terug op het werk... ...met kort geknipt haar en met een andere koep. Oké. Okay. Want... Ja. Allee, nee. ja. En dan zegt hij zo... Maar... Het is niet, ah dat is even wennen, Frankie, maar dat is niet erg. Ik ben nog altijd dezelfde Alain van Dam. Pam, baram, pam, pam. En dan lacht hij zo. Ah, 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 ah. ah dus dan is hij wel veranderd. En dan zie je zo, dan zie je zo de, de Frankie kijken. Zo, en dan is er zo een moment. Nee, nee, Alain, nee, zo lacht je niet. En dan, zo, en dan moet hij, dan hij dat zo met. Twaalf, ha, 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 ha. En dan vindt hij dat zo terug. <laughs> dat is kegel. En want hoeveel afleveringen zijn er? Twee seizoenen? Uh, twee seizoenen, ja. Van zes afleveringen. Ja. Dus twaalf, 12, 12, Nee, waren er die dertien of zoiets? Eh. Uh... Dertien, zijn er niet... dat er dertien afleveringen waren? Is dat dan één kerstspecial of zo? Of een, ja, uh... ja. Of zo'n zes en zes of zes en zeven. Ja. Alright, Oké, okay, goed. En, en is het eerste seizoen beter dan het tweede seizoen? Of is er, is er een verschil tussen? Um, er is een verschil tussen, maar. Uh... Allee, ik, ik, ik vind ze alle twee goed. Oké, okay, je vindt de pruik niet? Never mind, ja, de beentjes. Ja, ik vind de pruik niet. Maar <laughs> ik ben nog even casual aan het zoeken. Ik ga ze vinden. Oh ja, oké. Okay. Ik ben nu aan het kijken in een WhatsApp-gesprek waarvan ik weet. <laughs> waarvan je weet dat je hem op op hebt gehad? Dat ik het showen. volgens mij heb doorgestuurd, ja. Oké. Okay. Wacht, hè. Maar ja, goed. Dus, uh, 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 ja. dus de DVD is verschrikkelijk. Uh, de VRT moet zich schamen om zo'n DVD's op de markt te brengen. Dat is echt. En ik heb, er, ik heb er echt veel. En ik heb nog nooit zo'n slechte uh, 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 kwaliteit op mijn scherm gezien. Dus dat kan niet. Dat kan niet. Ja, dat kan wel, niet. Ja, dat en dat ontneemt mij ook wel de lol. Nu, ik, heb er, ik zeg het, ik heb naar de eerste aflevering gekeken. En ik heb oprecht gelachen met Wimmelbroek. Ja. Dat is wel, weet u, is dat Frankie? Dat is Frankie. Ja, dat is wel mijn favoriete personage. Frankie? Ja. Oh, ik heb ze gevonden! Alright. <laughs> dan wil ik mijn bril natuurlijk opzetten, want dan zie ik geen hol. Dus dat is altijd, dit is dus mijn favoriete pruik. En ik mag, ik mag die nooit oh, opzetten, want dan zeggen ze: nee, dat past niet bij de sketch. <lacht> oh! Wacht, <laughs> oh, ga zo in de, in de ka oh, okay, dat zien ze niet. Dat zien ze? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Dat is uh, Oké, okay, ja. Ja, oké, okay. dat is een ander personage. Dat is een soort blonde krullenbol, ja, maar een soort afro. Ja, maar met zo hier, hier zo'n vroeg van krullen, zo, zo jaren oh, tachtig. Die zou, die, dat personage zou zo in het oh, eiland kunnen zijn. Je zo. zou de zus van uh, Sin Ergens kunnen zijn. Hoe ik dat afspreken? <laughs> ja. <laughs> dus uh, Sin ergens zit er ook in. Zit, ja. Uh, 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 ja. En dan... En dan is er eigenlijk ook, zijn afle alle afleveringen uh, op zichzelf stand of zit er ook echt een verhaal doorheen? Er zit wel een verhaal in. Ah ja. Maar ik denk ook wel... Allee, je, leert ook je leert gaandeweg de personages kennen en zo. Maar ik denk ook wel dat je, dat je, kunt, dat je los van elkaar kunt... En ook eers, eens dat je het gezien hebt... is een beetje gek like bij Friends. Ah ja, ja. Eens dat je het in de, de normale sitcom... Eens ja, dat, dat je het een dat... keer gezien hebt, kun je eigenlijk kiezen... Allee, dan... Maakt het niet uit of je aflevering 4 of aflevering 12 nee. ziet. Nee. nee, alright. Goed, ja, en dan, ja, dan uh, uh, blijkt... Ja, ik zeg het, ik was geen fan en ik vind het pruikenparade. Nu, ik, heb, ik zeg het, ik heb wel echt een paar keer gelachen met uh, Wim Ombroek. En dan zeg jij, ik wil graag een quiz over het eiland doen in de Joker. En dan zeg ik, ja, wie zit daarop te wachten, zei ik. Iedereen. En blijkbaar... Iedereen heel zit veel... daarop te wachten. <laughs> heel veel mensen... Maar echt heel veel mensen. Dus we hebben gisteren hadden we 10 ploegen of 11. En vandaag hebben er 10-11. En ik heb ook nog 10-11 ploegen moeten afbellen. Dus we hadden gewoon 30 ploegen van ongeveer vier mensen. Ja. Je, dus dat is, dat is heel veel volk die. Mm. Nu, ik denk ook wel mensen. Er, was ook, er waren ook wel mensen gisteren die gewoon bij jou ook, die ook van, van jou uh, zijn. Ja. Dus er waren ook wel mensen die op het ja, de Mintjes gedeelte van de ja, ja Mintjes-eiland kisten. Of van alle twee? Of van alle twee. Nee, dat kan ik me moeilijk voorstellen. Nee, het is of, 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 of. of. Maar, uh, dus, dus, dus... Ja, dat is wel iets wat heel erg leeft. Ja. Dat is iets waar... En, en, dat is echt wel een scene. En als je merkt... Want die hebben heel goede quotes om zo na te doen. Ja. Allee, of quotes om, om in het dagelijks leven te gebruiken. En je merkt gewoon dat je... Ja, als je er een tegenkomt... Een, ah. een mede hebben. Ja, dan, kan ik, allee, dan kun je zo zeggen, bijvoorbeeld. Allee, we, zitten, we zitten aan een tafel met vier, en één iemand zegt: Ik ga naar de wc, en ik zeg daarop: ah, Hij heeft een fax uit Darmstad. <laughs> dan zullen de anderen weten van. Allee, een ik bedoel, fax uit Darmstad. Dat is ook, ook zo'n quote uit het eiland. En, allee, dus dat is gewoon heel leuk om zo... En daarmee, dan weet je als een soort... Als vrachtwagenchauffeurs weet je van elkaar... Oké, okay, wij weten... Wij, ja, wij en het. dan kunnen ze wat quoten. Ja, het is wel zo dat je zo... Dat hele zeverige, zever ding... Ja, dat, 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 dat wist ik. Dat had ik al gehoord. Terwijl ik dat niet ken. Of dat, ik heb dat nooit live gezien. Maar omdat mensen daar roepen, wist ik dat wel. Ja. En zo zijn er nog wel een paar... Ja. Wat, is jouw, wat is jouw favoriete? Is er, heb je een favoriete quote? Ik ben blij dat jij in mijn team zit. Is dat je ja. favoriete quote? Ik ben blij dat jij in mijn team zit. En gaat het dan, ging dat dan over het team, het werkteam of iets anders? Ja. Ah, ja. Dat is zo'n moment dat Protu, dus Sineërs, aan ja. uh, Guido uh, uitlegt wat er belangrijk is als baas. En ja. dan zegt hij, zo, moet die Guido zo, zo herhalen? is zo, alsjeblieft, alsjeblieft, dankjewel, dankjewel. Ik ben blij dat jij in mijn team zit. Ik ben blij dat jij in mijn team zit. Gebruik die woorden, Guido. En dan zegt de Guido soms zo: Ik ben blij dat jij in mijn team zit. <laughs> ah ja, en die mevrouw die heet Protu. Lydia Protu. Maar, maar die andere die noemt haar protput. Ja, per ongeluk. zat pron. Pro een letter te veel tussen gezet op het interimbureau. Pro, protu, prot. Protput. Ah ja. Protut nog. Ja, ah, ja. Is dat ook echt een naam Protu? Ja, dat, ja, ja, toch? Ja, alles is een naam. Hè. Ja, dat weet ik niet. Is dat... Lydia Protu, dat kan. Toch? Ja, het klinkt Het Klinkt, het zou, het klinkt, maar klinkt echt... toch? Het klinkt wel een beetje. En, dan, en daarom en dat is dat een dingetje. Ja, en dan nu noemen ze het alleen de Protput. Ja, nu omdat dat hij dat verkeerd Ja, nu uh, is dat sorry. een bijna En, en uh, dan zit uh, Bruno van de Broeken Zit... Nee, wat uh, zeg ik nou? Dat is Sami. Ja, de Sammy. ja voilà, die zit er ook in. Hè? Ja. Die zit in... Maar die ah, zit niet dus... bij aan het eiland, die zit aan de andere kant. Ook wel een van mijn favoriete personages. Ah ja? Maar ja, ik... ze hebben allemaal iets mooi. Ze hebben allemaal iets mooi? Ja, ik kan er niet. Like Zo'n Nolke bijvoorbeeld, die komt er dan ook maar één aflevering in. Wie is Dolke? Dat... ah Die heb je nog niet gezien. Ja, dat is in aflevering nee? 6 groepsdynamiek. Ah ja. Um, ja. Ja, dat is gewoon kei tof. <laughs> en toen je, heb je alles herbekeken om de quiz te maken? Um, zo, ik kwam eerst doen, Ja. Maar toen dacht ik, oh shit, ik ga, ik ga daar niet want ik denk dat ik drie of vier dagen had om de quiz te maken. Ja, die volle dagen. Ja, ja. Dus dan dacht ik van, ah, ik, ga er niet, ik ga er niet komen, toen heb ik het zo wat in speed. Ja, ja, ja. Maar ja, ja dat is toch best veel werk als quiz maken. Ja. Ja, ik doe dat ook, ja, ik doe dat af en toe. En ja. Het, maar het was keihard goed, want de quiz was super goed gedaan. Het was niet te lang, niet te kort. Mensen vonden het super leuk. Ja. Uh, uh, ze hadden ook allerlei. Ze hadden alles goed. Het was een beetje. Uh, uh, quotes, die, die afma zinnen afmaken. Ja. Uh, 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 weetvragen. Het was een beetje alles, uh, alles opgeteld. Maar de grote winnaar uh, van de quiz was toch wel de doeronde. De doorronde? Ja. <laughs> want, wat moesten ze, moesten ze doen? Leuk om het even up te shaken. Uh, ja. op een bepaald moment ook in de aflevering groepsdynamiek ja. um, moet Linda iets doen rond het woord eerlijkheid ja. en um, die had niks voorbereid dus die wacht tot het tot haar komt ze voelen het dan als ze voor een publiek staat. en dan doet ze daar een solo dus dan eerlijk eerlijk eerd dus, en, en dan, dan moesten ze dus doen ze kreeg ja dat moesten, moesten de mensen dus per ploeg moest een iemand van de ploeg ja. Moest dat nadoen. Ja, dat was leuk. En, uh, en, en, en ze, ze, ze hebben het eigenlijk allemaal ah, heel, ah, wel allemaal goed gedaan. Dat vond ik ik ook. Met veel overgaan. Ja, dat vond ik ook. Allee, ik was er eigenlijk heel aangenaam door verrast. Ja, ja dat ik ook. Want je begon, je begon met de eerste ploeg waren zo vier gasten, zo oudere gasten. Die gast die smeet zich gelijk. Maar ja, die deden ook keihard Ja, ik vond dat echt. Ja. Als die niet begonnen waren, hadden die misschien. Zelfs gewonnen. Misschien ja. En er was, één, er was een heel schattig meisje van 19 en die durfde niet Dus nee. die te doen. En dat was ook schattig. Ja, dat hoeft en dat, ook ook, niet, hè? dat hoeft, want dat had ik ook gezegd. Het is de bedoeling dat het plezant is. Ja. Uh, en je moet hier niks zitten doen wat je niet wilt. Hè? Nee, en, en dat is je goed recht, hè? Als je eigenlijk niet. Want, ja, je bij de slimste mens, ik moest wel de slimste mens denken. Ja. Nou, jij hebben ook soms van die do-dinges. En ik zou dat niet doen. Ah, ja. Zou jij dat? Ja, je, je gaat je gaat. Je ja, moeten binnenkort, doen. Ja, ik weet niet, ik denk eraf wat het is. Ja, maar Stel dat ze, dat ze die vraag nu. Stel dat ze zeggen: doe die bit van, van het eiland. Ja, Daar zou ik niks mee zien. Ah, okay. Maar als ze zeggen: doe een koprol of een handstand. Ja, dat kan ik al niet. Dus dan nee. moet ik dat zo zitten doen. En dan ja, weet ik wat het niet kan. Plus ook vestimentair is dat niet altijd. Nee, ja, soms de hele. Ik heb een rok aan. Ja. Of, of hoge schoenen. Ja maar, ja, maar dat doen ze toch vaak? Hè, ja. Ik vind het altijd een beetje stom. Ik zou dat, ja bedoel, Ik bedoel, niet dat ik dat ooit. Maar ik zou dat. Als ik, ik zou dat dan niet willen doen of zo. Ja. Want je, je, er zit een soort grens aan jezelf belachelijk maken of zo. En uh, je, je, het is al lastig genoeg om daar gewoon te kwissen. Ja, dat is ook waar. Dus, uh, dus, dus uh, uh, Erik, als je luistert, geen doe-vraag voor mij. Uh, voor mij, nee. Voor, ja, ja, een beetje. En veel uh, vragen over, ja, over, het over het eiland. eiland. Onder andere, <laughs> daar weet ik ondertussen alles over. De Latijnse benaming van de bosklapper. Wat is de Latijnse benaming van de bosklapper? Titubans Verdana. Maar het ligt, het ligt ingewikkeld. Hoe dan? Omdat Sami in het eiland precies zegt Titubans Verdana. Ah, ja. Dus daar hebben we ook juist gerekend. Waar? Ik vind het de... wel heel freakish dat je dat weet. Zo? Want ja. ik, allee, ik had mezelf als maatstaf genomen. Ja. En zo'n paar dingen. Die ik zeker wist en een paar dingen die ik zo moest opvissen of zo. Moest ja. opzoeken. Ja. En er waren echt een paar dingen dat ik dacht: van dat is gewoon griezelig, als je dat weet. En hoeveel, hoeveel vragen correct? Ik denk dat de, de, van de honderd vragen iets van 80 juist of zoiets. De score was 84. Ja, maar dat was Plus wel met tien die, punten ja. van de doelronde. <laughs> Plus die, de, de, de doelronde is tien punten. Ja, dat vind ik zalig ook. Ja, en daardoor kwam ook een ploeg die uh, uh, misschien niet de meeste juiste antwoorden hadden, toch op de eerste plaats. Ja daar maar die mevrouw, was, dus in die ploeg zat een mevrouw die uh, echt begon te zingen, dat hele eerlijk ding. Ja, ja. en die ging ook op de tafel staan dus, ja, en op de ja. bank. Op de bank ging die staan en begon die, die, begon echt te performen. Ja, en we waren gelijk echt. duidelijk van, ja, die ja, heeft gewonnen. Ik vond dat echt en ook zeker als je dan zo achteraf vroeg wat haar beroep was, ik dacht echt van die ja, dat die, die geeft podium, toneelcursussen ja. of weet ik veel wat. Maar die was zo gewoon zo. Allee, wat was het import en export, containerbedrijven? Ja, ja, en iets in de haven of ja. zo. Was dat ook niet zo dat die ploeg die nu gewonnen had was dat, die... effectief een eiland? Ja. Ja, ja dat bureau. is wel helemaal ja. cool. Dat vind ik vond ik ook wel heel cool. Dus er waren terechte de de winnaars. Ja. winnaars. Nu, daar ja. deden ook mensen mee uh, van de prot podcast. Pot. pot De Prodpod. Dat is een podcast over het, het eiland. eiland. Ja. Wist... Ja. Waanzin dat daar überhaupt bestaat. ja zot. <laughs> ik, heb nog, ik heb nog geen aflevering gehoord. Ah nee. We uh, heb maar... hebben ze je gevraagd al. Ik ga meedoen nu met de winnaars ook. Hè. Ah, ja, ja, ja. Dus Zo de is overall winnaar van de quiz. En dan ga ik... Want we kijken wie er vandaag wint. En dan kiezen we degene die de meeste punten heeft, tout Ja. Die, uh, die gaat dan. En die, die de mag de dan meedoen met die uh, podcast. Nu, die waren wel heel uh, ambitieus. Ja. Die waren, die, Absoluut. Die namen het, wat mij betreft, iets te serieus. <laughs> Holy shit, het is ook maar een quiz in de joker. Die waren op een gegeven moment: ja, vragen zoveel en wat gaat dat dan daarover? En jij bent dan, blijft dan beleefd en sympathiek. <laughs> Want als, je, als ik hier een quiz doe oh, okay, en de mensen, mensen beginnen de second guessen, dan is er een punt af. En als je begint te zeuren is er nog een punt af. En als je begint te zeuren, mag je gewoon naar huis wat mij betreft. zonder, uh, mag je, mag je zonder, zonder eten naar bed, uh, wat mij betreft. Maar uh, de protpot, uh, die wou heel graag winnen hoor hey, Holy uh, shit. Ja, ja, dat, ja, dat is ook, ja. Ja, maar dat het is uh, toch maar een quiz. Een niche het is een beetje een ja. niche gebied, ja. Ja, ik vind dat ook als ik meedoe met een quiz ga ik ook nooit om te winnen. Eigenlijk. Nee, maar je hebt hier ooit meegedaan met de Friends Quiz ja, van, uh, van, van Amelie toen, ja, toen. Die daar ook wij... heel veel tijd in gestoken had. Ja? net als jij. Ja, ja, dat was ook een hele goede quiz. Ja, dat was goed gedaan. Uh, maar um, toen waren wij, denk ik, vijf of zes? Maar was jij niet gewoon alleen met je vader daar? En met een collega van ons papa. Ah ja. Maar dat was eigenlijk zo gekomen, want het brengt mensen dichter bij elkaar. Het quiz want... Dus ik... Ik zei, papa, er is de Friends quiz, quiz we moeten gaan. Dus papa en ik wij, wij, wij kwamen dan. Hè? Ja. En ons papa, die zegt in de leraarskamer: ik ga met mijn dochter meedoen met een quiz over Friends. Waarop zo'n random andere leerkracht, die papa eigenlijk nog niet zo heel goed kende, zei: Oh, ik ben ook super grote fan, mag ik niet meedoen? Dat oh, zalig. Dus ons papa, zo, die kwam zo thuis, die zei: Ja, nu heeft hij zo gevraagd om mee te doen. Ja. <laughs> die ja, wij kennen die helemaal niet. Ik zeg: Ja, maar papa, dat is toch leuk, dan kunnen we je toch beter leren kennen? Tuurlijk, en ja. Dat? En dan was hij zo meegegaan. En dat was echt een kei toffe. Die wist ook zo kei veel. Allee, dus nu... Allee, dat was wel echt een... En nu zijn jullie beste vrienden. Ja, besties dan ook for weer life. Niet, dan ook weer <laughs> niet, maar... Allee, ik vond toch... Het is toch wel weer op een leuke, ja. gedwongen manier... waarop nee, dat je iemand... absoluut. En nu, gisteravond ook. Ik hoop vanavond weer. Je merkt ook dat de, de liefde voor die rare show... Ja. Dat, mensen, dat mensen met elkaar babbelen. En, 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 ja. dat, is, dat is gaaf. En het, was ook, het was ook echt een ander publiek... dan dat we normaal in de joke hebben. Of een ander ja. publiek dan we normaal bij de quiz hebben... Dus dat was gewoon, gewoon super gaaf. En er was gewoon één ploeg die was ietsje te enthousiast. Te... Ja, dat was toch? Die waren gewoon ietsje, die iets te hard winnen. En dat vind ik altijd, je moet meedoen voor de lol. Ja, dat is is belangrijkste. Wel, ja, meedoen is belangrijk. Iedereen heeft een beetje gewonnen, Frankie. <laughs> dat heb ik gezien. Want dat is ook een van de zijden die je niet ziet. Ja. Dat is een Hollandse actrice of zoiets, hè? Ja, dat is in het echt de vrouw van uh, Alain van Dam, van Tom van Dijk. Ah ja, ja. Juist. Alice. Rij, Rij? Ja. Alice heet die? Hollandse actrice ja. uh, inderdaad. Die, da, die de, ja... Dan kom ik die, jullie nu even uitleggen. Die, die doet zo'n soort, uh, ja... Ik weet, ik snap Brabants accent. Ik, ah, wel, ik denk, ja... ja. Ik, ik had, ik, ik... Allee, ik hoorde dat het niet normaal, gewoon was. Dat, het nee, wel dat een, is geen normaal, nee. Ah wel, dat het, het dat is een, een beetje Brabants, accent ja. was, maar ik had niet... Ik dacht dat het iets limburgs misschien ja, was. Ja, dat zit zo, dat is in die coté ja. wel zo, ja, inderdaad. Vrije oefeningen op muziek. Goed! Op, iedereen heeft een beetje gewonnen, Frankie. Maar dat was gisteren niet. Er waren maar één middag En vanavond ja. ook één. En de mensen krijgen ook... Je hebt, speciaal, je hebt ook speciaal uh, iets wat er ook in de, in de show zit. Is uh, ringelings of zoiets. Ja, ringelings. Dus iedereen krijgt een zakje ringelings ja. om te eten. ja. Dat vond ik wel leuk met de sfeer. Ik dacht: als we het dan doen, dan doen we het tot in de puntjes. <laughs> en een toeter. Heb je nu vanavond weer een toeter? Ja, ik heb weer een toeter. En, 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 en een vijs. Ja, dat is, want dat zit in die eerste aflevering: dat hij zogezegd. Ja. die had zijn been gebroken en dan uit de been komt een vijs. Met, van, van het bedrijf van waar hij dan gaat werken. Ja, ja. ja dat voilà. zover was ik met de plot. Voilà. Dus ik ben, uh, ik ben op de hoogte. Ja. En, uh, en hoe. Want, je was wel streng bij het nakijken. Ja, ik vond wel. Want zo Cindy keek na. Ja. En die, die keek heel uh, goed na. Maar die doet... Zo, die, die kijkt na zoals ik het haar vraag. namelijk ja. Ongeveer juist is ook juist. Voilà. En bij jou was het niet ongeveer... Maar bij mij was het niet ongeveer juist is ook juist. <laughs> bij één specifieke quote van een Free. Ja. Uh, dus de vraag was... Waarom kan de Free niet mee... Omdat ze op de middag iets gaan eten bij een entree. Ja. En het ding was... Uh, veel mensen zeiden brico, plaaster, of uh, hij ging naar een brico gaan om wat plaaster te gaan halen. Ja. Maar hij zegt dus letterlijk, ik dacht even naar een brico te gaan voor wat plaaster. Dus hij moest niet. Dus jij zei niet? Hij dacht daar. Hij dacht te We gaan. weten niet of hij echt gegaan is. Nee, dus dat, dat is eigenlijk nog beter, want dat is een nog slechter excuus. Ja. Dan ga jij mee eten? Oh ja, nee, ik dacht even langs een brico te gaan voor wat plaaster. Oké. Okay. Oké, okay, dus het het letterlijk... bij mij zou dat gewoon goed gekeurd zijn, brieken overplaatsen. Ja. Maar bij jou is het de intentie... Maar misschien om in moet de Brico... ik het... Ja, misschien moet ik het, want daardoor... Nee, ja, als je het gisteren hebt fout gerekend, dan ja, moet je het ja, vandaag ook fout. Ja, ah, ja, dat is juist, ja. Ja, we moeten eerlijk, we moeten eerlijk blijven. Want we moeten daardoor, zelf... nee. allee, daardoor dacht ik zo... Uh, heb ik gewoon... Want ik zei van, ja, het moet echt exact dat zijn. want toen dus heb zo... ik bij Cindy al die vragen ja, nog zitten kijken. Ja, Cindy en ik zo <laughs> al, die, al die vragen. En het kwam er eigenlijk op neer dat we gewoon bij iedereen... Eén punt we moeten aftrekken. Ja, dat maakt het eigenlijk ook niet uit. Maar goed, we moeten dat wel nu volhouden, want anders dan... Ja. Anders dan klopt, klopt het niet ten opzichte van... Je moet nee. zelf naar kijken. Maar je bent wel je bent een beetje strenge, strenge ja, een strenge quizbaanster. Ja, misschien wel. Ja, ook, ik merk dat ook. Ik zou echt helemaal niet goed voor de klas kunnen staan. Waarom niet? Ja, als het zo rumoerig is, dan zeg ik vooral direct zo... Ja, maar dat doen. <laughs> en dan ziet hij zo volwassen en kijken ze van... What the fuck? Is dat ook eruit? Komt er uit het eiland. Nee. Ah, oh, ik dacht dat er ook een heel andere quote was. Nee, dat als ik als heb je daar horen gisteren, is... Ja, als, als stil moet zijn. Ik zeg dat soms op een optreden, ook als ik zo opkom en het is nu moeilijk, dan denk ik, allez, zijn jullie toch niet stil? Dan kan ik en wat betekent je... Jabba do, dan? Jabba do, zeg. dat is zoiets anders koud. Jabba bedoel, en dan moeten we daarop oh je reageren. Ben, oh je toe. Nee. Mondje toe. Ja, ah, mondje toe, ja toch. Dus jabba bedoel, en dan moeten de mensen zeggen: mondjes toe. Oké, dat is, dat is, is Ik hoor heel veel nieuwe dingen vandaag. Uh, uh, okay. Ik ben ook zo moe. Ah, ik dacht dat dat er uit, dat dat uit het eiland kwam. Nee, nee. Ah, oké. Okay. All right. heb je gisteren wel twee, drie keer gezegd. Ja. <laughs> omdat ik dacht, zijn we stil? Dan kunnen we weet verder. Weet je wat ik, ik doe, als het te rumoerig wordt? Dan zeg ik altijd, ah, dan, is het, dan gaan we ietsje sneller. Als niet kunt, blijkbaar geef ik ze te veel tijd. Nou, dan gaan we een tijdje sneller. En dan beginnen ze al, oh, wow wow, nu gaat het snel. Ik zeg, ja. Nou, moet je maar niet babbelen. Ja. Ik, ben, ik ben ook wel, ik ben ook wel, uh, maar ik, ik ben zo ook wel... alle twee van, ja, ik wies voor je plezier en dan zo, ja, echt doen. zo. De hele op, tijd. ja maar, maar doen! Als je niet smaakt, dan gaan we sneller. maar Wat ik ook heel erg leuk vind om te doen, maar dat komt omdat ik... Ik heb een hekel aan bedweters, daar heb ik gewoon een hekel aan. Ja. Mensen die het gewoon beter weten of zeggen, of zeggen, sorry, het antwoord op die vraag was eigenlijk: Ja, dan heb je, gaat er nog een punt af, wat mij betreft. Fuck you. Uh, 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 je moet niet de quiz maasten. Niemand zegt tegen Ben Kambing, uh, Nee, dat heeft ook geen zin... Maar uh, uh, wat ik heel erg leuk vind. Als er, ...maar dat was nu. Iedereen wist wel al ongeveer. Al, uh, iedereen wist. Uh, genoeg. Ja, alles is één keer. Alleen. Ja. Iedereen wist alles, maar niet. Nee, er waren natuurlijk dingen die Allee, ze wisten. Alleen. Voilà. Maar, maar elk ding. beste vindt tijdens een quiz is, ja. als je zo een vraag hebt. en je voelt. niemand weet het behalve één ploeg. en die is daar te trots op. En daar kan ik heel slecht aan. En dan zeg ik, ah, dat is blijkbaar moeilijk. Nou, dit was weer kerstgelieven met Never Gonna Give You Up. En dan <laughs> zie je die mensen... Hallo, gast, wij wisten het wel. Dat we extra maar mee. dat moeten we nu toch ook wel weten. Ja, nee, dat zou een heel slecht, oh, ja, okay. slecht uh, voorbeeld zijn geweest. Ik dus zou zo. dat weten. Ja. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna turn yeah. around. desert you. <laughs> die speelde op een festival. Op het grootste soort werter van Engeland. Dat dus oh. is en hij speelde dat. Hij had een uh, roze kostuum aan. Was van, ik heb er een paar stukjes van gezien. was super goed. Oh. En daarna, ik weet niet of jij weet wat de Smits, de, Smits, de band de Swits. Ja, is er dus een liedje van? Uh, uh, This Charming Man of uh, uh, William It Was Really Nothing of uh, How Soon Is Now. Of, uh, maar zing ik er een ja, ik, kan, ik kan toch niet zingen? Ik ga niet zingen. Oh, Oké. Okay. Uh, uh, maar in ieder geval, dus Rick Astley, dat is ook een band van de, van de 80's. En Rick Astley deed dan naast zijn eigen show op het grote podium... Deden diezelfde dag ook met een andere band een coveravond van de Smits. Oké, okay, dat is cool. Rick Astley is een held en hij komt naar de Roma. Oh, oh, in de Roma? Ja, hij komt naar de Roma. Ik heb kaarten, het is ergens uh, maart 24. Oh, Rick Astley komt naar de Roma. Hoe komen we daar nu ineens? ja, oh, ja dat ik dat zei. Maar ook zo naar de Roma? Ja. Je wilt Rick naar de Roma? Ik denk dat hij alles in de Aardberg gestaan heeft. Cool. Ja en die is wel goed bij stem en dat is gewoon een, ik denk dat een heel harde vent is maar goed dat doet hij toe er was ook er was ook wel een muziekronde dat, ja klopt toen we, ik een beetje denken aan ons papa die dat zo ooit naar uh, Cool and the Gang en de Jackson 5 in het Sportpaleis ging kijken ja. en dan zo keihard teleurgesteld terugkwam om dan te zeggen van ja zo de Jackson 5. alleen zo ja Michael Jackson deed hem het wel echt ja dan denk ik zo van ja dat wist kwam je er nu pas aan. Uh, het is niet dat we zei, ze waren er bij vier of Ze waren <laughs> was, maar bij vier. We waren bij vier, er was er één niet bij. Nee, er was er één niet bij, nee. Ja, natuurlijk. ja. Dat is Jackson 5, nee, Jermaine Jackson heeft ook nog wel zijn eigen heeft nog wel solo hits gehad. En dan Janet, zelf, maar die nee. zat niet bij de Jackson 5. Nee, Janet, die za Jackson. Janet zat er sowieso niet bij. Die mocht er niet bij, want dat was een vrouw. Ja, maar dat is wel echt een legend. Ja, dat is daar Michael de talentvolste van de hoop. Ja, maar zo, allez, je kunt toch niet Michael Jackson en, en Jermaine of Tito... Allee, ik wil hier nu niemand in de voet schieten, ja, maar, maar... Ik vind dat je Tito je van mij... Niet... Van mij mag je... je Tito in de voet ja, maar schieten. Je kunt, kunt je, toch niet... je kunt dat toch niet vergelijken. Allee, Michael nee. Jackson, dat is... Het ja, beste wat er ooit gemaakt is. Ja, en ook uh, het mee, ja, een beetje uh, kinderlokker. Maar... Ja, dat wel. Dat staat daar los van, uiteraard. Ja, Allee, ik los, bedoel, van uh, los van zijn kindergelok. Los van <laughs> zijn Daar dat wordt natuurlijk niet toegejuicht <laughs> ja maar Ik was een grote fan. Ik had daar veel t-shirts van. je heb maar kunnen wegsmijden. Hè. Heb je daar echt weggesmeten? Ja. Vind je dat vind je daar niet meer naar luisteren Mensen spraken mij erop aan. Van, uh, van Michael Jackson? Ja. Ook. Van, er een t-shirt van Michael Jackson aan? Ik luister nog dan wel, je dan, he, maar een, anoniem. Moet je, volgen, moet je veranderen, dan moet je gewoon Tito. <laughs> Michael doorstrepen en Tito. Nee, dat is Tito. Is Tito. Dat is Tito. Nee, het is Michael, ik kan het zien. Nee, het is nee, nee, nee dat is Tito. Die, heeft ook, uh, die is ook blank nu. Ja. Die heeft ook zo... Uh, <laughs> thriller heeft, thriller ja. gecoverd. Je hebt ook trillen gemaakt. Je is Beard niet gekofferd. Hoe laat zijn we? moeten wel bijna beginnen. Nou, we we nog... nee. nee, we hebben nog tijd. We zijn ruim, we zijn mooi op tijd. Ja. En, en, um, wat, gaan we nog, wat kunnen we nog over het einde doen? Nu. Ja, ik wil, ik wil even, want het ding waarvan dat jij het eiland niet supergoed vindt, is toch ook omdat jij die Office heel goed vindt. Ja, dus dat is natuurlijk in die periode was ook The Office. Ik denk Klopt. dat die Office van 2003 is ofzo. Dat is een jaar eerder. Dus, ja. uh, uh, ja, dat zijn twee racen die eenzelfde premisse hebben. Klopt. Namelijk uh, uh, ongemakkelijkheid of, of rare situaties op kantoor. Mm -hmm. Nu, het eiland is echt als sitcom gedraaid. Die Office is gedraaid als een soort uh, reality show. Ja, ja, documentary. Ja. Uh, dus wat dat betreft is die Office ietsje uh, vernieuwender. En ja, daar heb ik altijd. Ik heb dit altijd een beetje een slap aftreksel van de Office gevonden. Uh, Jawel, ik weet dat dat, dat dat zo een van de grootste um, tegenargumenten is, allee, of argumenten is waarom dat je het eiland dan niet leuk zou vinden. Ja. Maar ik vind dat eigenlijk... Allee, jan Hil is er ook gewoon ten eerste open over dat hij zo wat de mosterd daar zo wel gehaald heeft, van Ik dacht dat hij zei dat hij dat nog nooit gezien had, dat hij dat niet kende. Nee, ja, dat weet ik niet, of dat hij het gezien heeft of niet. Uh, maar, maar ik weet wel dat like, qua idee van, van een, een, een werkvloer. Ja. dat dat wel. Maar ja, maar natuurlijk de ja, serie... ik. Want net ook zei ja, dat de, ja, de collega's had je ook. Hè, oh, dus voilà, dan, dat, ja, dat ook ja, al. Ja. En, maar en de serie aan zich lijkt helemaal niet op elkaar, vind ik. Ik vind wel, het is allebei in. De, in de, ja, oké. Okay, de, de, de setting is de set, misschien ja. semi the maar Ja, dat maar... ziet er overal natuurlijk wel een beetje zo uit. Maar dat is, het ziet er wel een beetje zo uit. Het zijn echt werkeil, het is, het zijn ook werkeilandjes. Uh, uh, de baas zit een beetje apart. Uh, uh, alleen uh, Ricky Cervet, het is een beetje Ricky Servet en de mensen eromheen. Uh, ja, en door die mockumentary-style, wat natuurlijk daarna nog heel vaak gedaan is, hè, wat bijvoorbeeld, weet uh, je over die, dat gezin ook zo'n documentaries daar dat is, is kei leuk wat gezien uh, van Pamel nee 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 de uh, Amerikaanse <laughs> reeks met die gast, de, de gast met zijn uh, gekochte vrouw en dan die gays die twee gays ah, en die, uh, 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 um, wonder Spider family gays. ja ja dat is uh, ook G. een beetje dat is ook keigoed. en dat is ook een beetje daar uh, ja. dat is ook een beetje die stijl hè ja. die documentary daar en dat is natuurlijk wel dat is een soort van ah ja we hebben de sitcom en we steken er in een ander jasje dit is gewoon een geüpdate versie van van uh, uh, de collega's met gekke pruiken. Ja, ik weet het niet, want ik, ja, ik zeg het, de collega's heb ik nooit gezien. Hè? Nee. Uh, ja. Maar ik vind het eiland ook, nu zeker door daar nu nog eens terug te kijken, uh, vind ik, ik vind dat echt wel tijdloos. Ah ja. En ik denk dat de collega's. Ja, maar ja, dat is nog 30 jaar eerder natuurlijk. Dat, dat is, is echt... ook waar. Dat is zelfs, dat is zelfs dat is eind jaren 70 toen was ik dat, ik ja. heb dat nooit live. Ik heb dat ja, mijn grootouders hebben daar. Ja. Dus dat is, dat is zelfs voor mijn tijd. Dus dat is het, dat is het echt Allee, oud. En eigenlijk kan ik er niks van zeggen, want ik heb het nooit gezien. Dus... Er is een film die heet De collega's maken de brug. En dat is waarschijnlijk wel een leuke film. Ah, en je ja. hebt natuurlijk ook die. die maar daar, daar hoor je die niet zo goede Die heb ik wel gezien, ah, die maar, nieuwe maar, film. Die heeft dat heel goed was. Ja. De collega's 2.0. Daar ben ik alles al van vergeten. Ja, dat is ook niet echt een goed teken nee. dan. Dat is ook niet echt een goed teken. Nee. Maar uh, ja, nee, ja, dat, dat, dat was bij. Dat, toen dat uitkwam, dacht ik ook van. Ja, dat was een beetje afgekeken. Ik denk dat qua timing is het gewoon jammer dat je iets maakt wat al, wat al, ja, al bestaat. Als je dat nou drie jaar eerder of vijf jaar later maakt, dan babbelt niemand erover. Maar nu kwam dat echt wel een beetje tegelijk uit. Ja, dus misschien... dan, wordt er, dan wordt de vergelijking natuurlijk snel gemaakt. ja Maar op zich, ik vind het ook qua humor, het is zo anders, het is zo... Ja, het is, het is heel Vlaams wel. Ja. ja, ik blijf daarbij, er is niks... Wat beter is dan het eiland? Niks? Is er echt niks. Allee, ik vind niet dat de, qua dingen die in ons land gemaakt zijn, is er niets beter dan, dan het eiland. Zelfs, allee, zelfs internationaal <laughs> heb <hebben> ik persoonlijk <laughs> met niks ooit zo hard gelachen als, het eiland. als met het eiland. Uh, er waren gisteren mensen, en mensen waren allemaal fans van het eiland, anders doe je niet meer aan de fucking quiz. Er waren mensen die zeiden: uh, ja, iedereen vindt de eiland geweldig. Maar er zijn ook mensen die uh, In de Gloria is nog beter. Uh, ik heb daar niet zoveel van gezien, maar ik vind dat ook een beetje pruikenparade en 9 dagen gedaan. Maar uh, vond jij In de Gloria. Vind ik ook super. In de Gloria minder, en het eiland. Ja. Uh, vind ik super. Ik Je ja, hoeft niet te zeggen wat, 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 dat dat een beter is dan het andere. Um, en Callboys, want dat is dan de volgende. De volgende daar week. heb ik ook hard mee gelachen. Ah, ja. Ja, dat de ronde ja, ook was iets paraat. minder mijn ding. Ah, de ronde heb ik nooit gezien. Daar ik uh, omdat daar ook heel veel uh, tragiek in zat. Ah ja. Uh, en ik denk dat ik, want die heb ik ook in real time gezien, dat had ik in het eerste middelbaar, denk ik. Ja. Um, dat ik eigenlijk een beetje te jong was om dat te zien. Ah, oké. Okay. Dat er ja. zo dingen in gebeurden, zo, allee, zo die, die scène met Chris Willemsen en zo. Allee, ik bedoel, ik had dat is echt... dat iets op het bed, iets. Iets bij kakker of zo? Ja, dat hij kakt op zijn gezicht. In die, op deze gezicht ah, of... Ja. of Allee, je ziet het eigenlijk nu. Ze kan even goed zijn poep in, zijn, in dat gezicht smeren. Dat is ook vies, hè? Ja, ja, dus. Dus, allee, Maar met zo'n varkensmasker. En ik, ik, kreeg daar echt na ik had er echt nachtmerries van. Oei, oei, dus dat was echt een beetje verkeerd. Dus, uh, ja, time. dus daar heb ik ook nooit niet meer herbekeken. Alleen, nee. um, maar zo van vlees en bloed. Dat is ook van woestijnvis. Ja, ja, maar dat is niet van jou nee. Eder zelf. Maar wel van woestijnvis. Ja, ja. ja, zo de uh, Die ene kerel die in het eiland zit. Die, de tweede van links die zit ook in Quiz Quick en dat vond ik ook wel een hele leuke reeks. Dat ah, Michel. Ja. ja. Vond ik ook wel. Dat vond ik wel, vond ik, wel, uh, ik wel. Maar dat was plezier. ook niet echt om maar, veel, om dat is niet. Nee, dat was ook een beetje trage comedie. Ja. en had ook een lichte pruikenparade, maar net niet te veel voorbij, zwaar. Ja. Dus, uh, dus, dus oké, okay. dus jij vindt het eiland ook internationaal gezien. Voor mij persoonlijk, hè? Ja. Uh, er zijn heel veel dingen heel goed gemaakt. We hebben het gisteren nog over gehad, kijk, op Mr. Bean, vind ik ja. ik ook super. Ja. Maar um, voor mij persoonlijk, ik, ik snap dat dingen goed in elkaar zitten en dingen goed gemaakt zijn. Maar waar ik het hardst mee heb moeten lachen, nu nog, tien jaar na datum. Ja, vijf allee, jaar. Alleen twintig jaar na datum. Ja, twintig jaar, ja, 20 jaar. Um, ja. Ik kan het, ja. Ja, dat is goed, maar dat is mooi. En, dat is, en ik bedoel, ik kan vinden wat ik wil. Uh, de volle joker bewijst uh, dat ik, uh, wat dat betreft, uh, ongelijk. Of in ieder geval, ik, zou, ik vraag me af of, uh, uh, denk je dat nou we voor een FC de kampioenen uh, uh, Kampioen quiz, dat daar ook uh, volle bak zijn? Absoluut. Ja, absoluut, dat denk ik wel. Ja. Heb je daar, heb jij daar veel naar gekeken? Als kind uh, wel. Dat ik heb ooit van de paasklokken zo DVD's daarvan gekeken, gekregen. En van de paasklokken? Ja. Geven die ook DVD's? Die geven van alles. Is dat echt? Ja. Ik wist helemaal niet dat de paasklokken cadeautjes gaven. Ja, bij mij gaven die cadeaus. Hoor. Dus bij jou thuis was alles een aanleiding om cadeaus te krijgen? Ja. Uh, ja, nee. Ja. Verwend uh, vrouwtje. Enig kind. Hè. <laughs> Enig ja, En we gescheiden, ook kind. gescheiden ouders. Dus ja, je... nee. Die van mij Ah, oh, shit dat, dat. Die kwamen dat. twee keer ook. Die kwamen... Die kwamen twee keer. Twee keer Paasklokken, twee keer de Sint. En twee keer Kerst. En de Paasklokken kwamen ook nog eens met een bom aan, dat weet ik ook. Dus die kwamen <laughs> eigenlijk drie keer. De Paasklokken kwamen drie keer. En misschien bij ons moesje ook nog wel. Vier keer ja. Paasklokken! Ik heb heel veel eieren grappen En ik weet <laughs> dat bij het onze, bom onze en de bom hadden zo'n vijver. En ik kreeg zo ooit zo teenslippers. En een van die teensliepers lag zo te drijven op de vijver. Er was zo van. Oh, die gekke paasklokken, toch? En de Terwijl... paasklokken hadden die daar gelegd, ja, de en... paashaas. Ja, de klokken, hè, ja. Hoe de... de klokken? De klokken gingen die dingen verstoppen? Ja. Nee, de paashaas dan toch? Nee, de klokken toch? Ja, ik weet het niet. Dus het, is klok... jou, het is jouw feestje. Maar de klokken komen uit Rome, toch? Komen de klokken uit Rome? De... Ja, en die, die komen de hazel, speciaal die uit Rome. En die komen klokken boven je hof. en dan vallen daar eieren en cadeautjes uit. Maar de paashaas kwam bij dan ons eigenlijk. Dat hebben jou echt persoonlijk bedacht dat heeft niemand bij oh, niemand kwam. Dat is wel. Kwamen er bij je vriendjes van school ook de paasklokken? Ja, echt? Eerder klokken aan de haas. Alleen als het regende. Dat, dat was zo'n ding. Hè. Als het regende, dus de of was nat, ja, dan gingen die ook niet die eieren in de of liggen. Dan kwam de paasaas naar binnen. Want ik had toen gevraagd gevraagd: die klok kan hier toch niet binnen? Die is toch veel te groot? Ja, ja, maar dan komt de paasaas. Dat is de, de hulp, de paashulp. Ja. De, de, de poetsen, de paas, de, 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 de klok. Oké, okay, ik wist niet dat je ook een krijgt tijdens Pasen Ja, maar hoe is dat in Nederland? Nee, nou ja, maar ja, dat is niet zo katholiek. Hè. En ik ben sowieso uh, niet gelovig, maar. Dat is wel een heel katholiek dingetje, denk ik. Nee? Ah ja, ik weet het niet. Want de Stanten die doen die aan de Paasklokken. Ah ja, wij Ja, wij deden, dus... ja, we verstopten wel eieren, maar niet met cadeaus. Dus waren gewoon ja, eieren maar, gewoon. Ja, het, is, het zijn ook eigenlijk gewoon eieren, maar ja, bij ons was dat dan zo ook met kle maar niet met... heel er. Maar zo gelijk bijvoorbeeld. Geen PlayStation. Een Stilo. Of, of. Maar in een ei dan? Nee. Die, dan die, die ook klokte gewoon. er dan ook uit. Die klok die vergiste zich hier een ei en daar een stier. en dan zo is dan... een klein alleen zo, allee, allee, zo of zo één Barbie of zo een Barbie ja maar zo niet de Barbie Dreamhouse alleen bij de sint ja. bij de bij de, de sint was het wel echt de Barbie dream house. bij de sint heb ik ooit twee baby bornen gekregen baby born baby born baby born baby born <laughs> wat is er nu baby born dat was zo'n pop <laughs> <Dat> was zo... <laughs> wat is dat nu dat weer? zo'n pop. nee was op zo'n tv. Ik keek ze altijd naar de Nederlandse tv. En dan was het zo baby born baby born. wat is je nieuw baby born? en dan zo baby born met echte luiers. en dan <laughs> en dan een twee keer. ja dat was een tweeling. ah ja. en dan uh, kon je die zo drinken geven zo, met zo een of andere. Ja, dat was eigenlijk zo'n piek. dat was die, zo... dat was echt zo'n piek dat je zo die pop moest steken en dan moest je zo op dat flesje duwen en dan zat er zo maakte dat zo'n geluid en dan ging dat water door die pop en dan zat er zo vocht in dat pampertje en dan kon hij op potjes en dan ging hij pissen en dan had hij gepist ja en dan kon... was... en of hij kon ook op dat handje drukken en dan kwamen daar zo traantjes uit en ook zo hij kon ook zo eten in doen en dan zat er ook zoiets in dat pampertje zo en ja ik ja. heb toen twee babyboren's gekregen en, en um, kleertjes en een factuur en zo Oh, dat was zin. echt zo. En, uh, veel... Dus die poppendinges. En Barbie, verzamelde die Barbies? Nee, Polly Pocket. Polly Pocket, dat zeg maar iets. Ja, maar niet zo. Je hebt zo. Allee, dat speelde ik ook mee hoor. Maar je hebt van die doosjes dat je moet openen. Ja. En daar zat er zo'n hele kleine poppetje in. in. Uh, dus daar speelde ik ook wel mee. Maar eigenlijk de Polly Pockets waar ik mee speelde, die waren zo groot. En die hadden een soort van rubbere kleertjes. Okay. En ik denk dat dat... Een beetje SM, SM Polly Pocket. Een beetje. En ik denk <laughs> dat dat niet meer. Dat dat niet meer... Kind veilig is of zo? Want ik, als ik nu, soms ga ik zo nog eens aan de speelgoedwinkel om te kijken van. Of er nog Polly Pocket is? Ja, nu, ja, van wat is er nu in van het ja, zo? Ja, ja, snap zo. ik. Je hebt nu van die, van die. Ik moest dat kopen voor het kind van de. Of ja, moest niks. Maar ik heb het gekocht voor het kind van de. Uh, 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 Jasmine, uh, van uh, Andries en uh, Sabrina. En dat is pop, dat is een soort bol. Yeah. En daar zit ook een. Ook een, een mannen... LOL Surprise. LOL Surprise, dat is het. Ja. LOL, LOL Surprise, dat ja. heb, daar heb ik een paar voor Maar daar eh, had ik heel tof gevonden. Ook ja, als kind. Dat, 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 dat is een beetje een van nu. Eigenlijk. Ah, wel, eigenlijk wel. Ja. Ja, nou, maar dat zijn iets grotere popjes. Dan. Ik denk ja. die popjes die ik had, dat daar te veel ongelukkig, dat waren echt heel kleine schoentjes in. En... Kinderen dat mensen daar in hun bakken staan. Ja, ik weet het niet. Ik heb het alleszins nooit meer En gespien. Heb je die nog? Heb je al je spullen? Ja. ja. Ik heb zo overlast heel veel speelgoed weggedaan. Allee, niet weggesmeten, hè, maar nee, nee. alleen voor moeder voor moeders uh, ja. gedoneerd. Maar ik had zo een paar dingen dat ik zo uit nostalgie wou bijhouden. Dus onder andere die polypopjes. En ook een paar dingen dat ik zo ja, dacht: van, als ik ooit zelf een kind heb. Ja, ik heb ook, ik ben, ik ben met mijn moeder zo aan het opruimen en dan kom ik ook zo'n oud speelgoed dingen tegen. En ik vind het toch heel lastig om weg te Ik kan het yeah. niet weggooien. Ik heb ook, maar ja goed, dat is bij jou nog niet zo lang geleden, maar mijn oude uh, schoolagenda's heb ik teruggevonden. Dus eerst dacht ik van. Dus ik zei, oh fuck, weg ermee, schoolagenda's. Flik je daar toch op? En, ik, en, en dan in een onbewaakt moment zat ik er toch in te bladeren en dan zie je zo. De, uh, de, de, ik plakte daar daarna foto's in van bands die ik leuk vind, of van stripverhalen die ik leuk vind. En ik zat er zo in te bladeren en toen. Nee, ga niet weg, blijf. Hey, ja. Hou het gewoon bij. Ja, dat is de, ik had de Garfield-agenda van 1986, 1987. Weet ja. je wel, oh, mijn Garfield-agenda. Dat ga ik niet weg doen. Vind ik gewoon te leuk. Ja, maar dat is ook. Allez, op die manier. Ik vind dat heel tof als je zo. Soms vind ik zo'n dagboek terug van vroeger. Ja. Alleen mijn grootmoeder is dan bij ons komen wonen. en ja, ja, ja. Moest, je moest heel mijn kamer zogezegd leeg, zodat zij er dan kon wonen. En Dan hebben we heel veel dagboeken teruggevonden. En dan leerde je jezelf als kind zo terug een beetje ja, 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 ja. kennen. Ja. Zo van, oh, zo was ik. Allee, zo echt. Ik, schattig. Ja. Zo was ik er schattig voor? Ja, of ja, nee, ja. ik weet nog, in een van de dagboeken stond: um, Ik heb ruzie met mijn mama en met onze Freek. Dat is ook mijn neef. Ja. Mijn enige vriend is nu nog Kulder Zipke. <laughs> ingewikkeld van Kulder Zipke die moest, die moest er voor jou zijn eigenlijk dat was je enige vriend oh enige vriend is nu nog oké okay, dus de drama zat er wel al een beetje vroeg in ja absoluut maar dat, ik Allee, dat vond ik dus dat vond je dus kei grappig en ja, dan zo vandaag moesten we knutselen op school en dan zo um, de juf had niks gezegd over dat dat van mij het mooiste was en wel tegen Marlies maar dat van mij was eigenlijk mooier zo hè ja ja dat dat zo'n problemen zo in het leven dat. zijn zo'n beetje Beetje zoals een quiz die, die vindt dat hij moet winnen en dan uiteindelijk die gewoon. Het liefste dagboek kwam eigenlijk moeten willen. winnen. Ik probeer dat soms nu ook nog te doen, omdat ik dat zo leuk vind om terug te vinden als kind. Hoe je? Dat je zo nu nog een brief schrijft om zo binnen een paar jaar terug open te doen. Ah, ja, ja. Dat ja, je, dat, je dat je er op een hele andere manier naar kijkt. Ja, ik heb ook ooit een brief mee. Als ik zo 16 jaar was, zou ik alleen maar schrijven, schrijven, schrijven. Ja. Was ik een artiest? Hè. Allee, ja. Nu nog, hè? Maar, nu nog. Maar, maar minder. Um, en ik heb, dat ik 16 jaar, was ooit een brief geschreven voor uh, mijn kind. Als hij of zij 16 jaar is. Oké. Okay. Dus dat is nog even. Ja, nu wel nog. Met die verhuis van ons Moesje. Maar. Ik weet niet of ik je tegen de dat nog gaan weten. Ja, tuurlijk. Je moet dat bijhouden. Ik vind dat wel dat is een, soort, dat is een soort tijdsdocument. Ja, en hij is ook dichtgeplakt. Dus ik weet ook niet meer wat erin staat. Dus van de 16-jarige jaren voor het, ja 16-jarige ja, kind. Dus dat is nog wel... Nog, nog even, ja, uh, dat is nog, ja, ik bedoel, dat is ik ga ervan hard. uit dat je nog niet aan kinderen aan het beginnen bent. Nee, momenteel niet dus. Nee. nee. Voilà. <laughs> Sowieso... Moeten we nog iets over het eiland zeggen? Ja, zijn over het eiland. We zijn over de paasklokken bezig. Ja ik, ja, ik kan er niet aan doen. De situaties zijn gewoon zo leuk. Ja. ja. Oké, okay, je hebt het wel een beetje verkocht. Ik heb het ook. Ik vond het. Ik ga ook, uh, als, Jan hele luistert niet meer. Maar ik ga toch <laughs> zeggen dat ik, uh, 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 ondanks de slechte beeldkwaliteit van de. de, de abominabele beeldkwaliteit. En de uh, fuck you VRT en is en wie de fuck Maar dat pakt toch jij aan? dan deze? Nee jongen, dat is een prijs. Dat is, dat is... Ja, maar we hebben, er zijn er drie of zo. Ah ja. Oké, okay, ja, ja, maar misschien is die wel goed, ja, ik weet het niet. Want maar de, de, ik, de dvd die wij thuis hebben, daar was echt niks mis mee. Ah ja, bij mij was het echt, de beeldkwaliteit was echt waanzin slecht. Echt blokjes. Ik, ah maar ik kan mij wel herinneren dat er ooit eens bij Humo gratis een dvd zat. Zou dat bijvoorbeeld kunnen, dat die... Ja, dat dat, 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 die dat daar is, is en dat, dat, gewoon, dat, dat, dat ze en, een of andere bullshit versie. Ja, hebben. dat weet ik niet, Ja, zo'n te goedkope versie bij de Humo gegeven hebben. Dat is typisch Humo wel weer, hoor. Want anders, ja, want anders pakte gewoon deze. Ik denk dat dit wel gewoon een goeie is. Dat dat een goeie is. Hij heeft trouwens Bruno van den Broeke, Sammy. Ja? Uh, Bruno van den Broeke, uh, Frankie getekend. Ah ja. Nee, Bruno van den Broeke is niet. Fra Bruno, uh, ah ja, dus. Uh, Wim Obroek. Nee, het is Wim Obroek en hij heeft Bruno van den Broeke getekend. Ah, zo. zo. Is het, ja, ja, ja. Alright, ja, dat is mijn favoriete persoon. Maar dat is ook omdat hij dik is en ik ben ook dik. Dus dat is ook daarom. Uh... En voor een mooie pruik. En, ja, die heeft ook. Uh, nee, maar alleen, het ding is, dat zou toch echt haar kunnen zijn? Nee. Jawel. Nee. Nee. Sorry, maar ik heb al mensen gezien met zo'n kapsel. Soms. Niet? Jawel! Nooit! Jawel! Niet. Jawel. Zeker niet dat van, van uh, Tom van Dijk, Tom van Alleen. Dat is. Ja. Dat, is, dat, is, dat, dat, dat haal je van zijn hoofd af, zet je een stok op en dan ga je, ga je, dan ga je kuisen. Dan ga je de vloer doen. Ja. <laughs> het blijft een beetje pruikenparade, maar het heeft toch, dankzij jou en dankzij de liefde die hier vanavond ook... Net als gisteravond. Er is zoveel liefde. Absolute. En mensen, wat ik, ook, wat ik ook bijzonder vind, is iedereen kent dat van buiten. Ja. Jij laat zo'n stukje zien en mensen moeten toch lachen. Ja. Ik ook, maar met dat te maken ook, hè. Ja. En die zo, wat zo. Dat zijn dan echt stomme dingen. Ik kan dat ook niet goed verklaren. Maar als je Frank in ons zegt. Als je Guido zegt. kan dat een beetje stiller? Uh, kan dat een beetje minder luid? Dat je Frank in ons zegt. Guido, het is een feestje. Wat is dat grappig aan? Ja, gewoon, omdat. Allee, mijn onkel zou dat ook zeggen. Ah ja. Kan dat een beetje stiller? Ik denk wel dat dat. En dan ook... zo. Allee, het is een feestje. Alleen zo, ja, ik weet het niet. Ik denk wel dat dat ook het de ding is waarom je in de Gloria en deze uh, minder leuk vindt dan, dan andere mensen. Omdat dat, dat, dat Vlaamse. Ja. Dat zit natuurlijk bij mij niet in. Dat mag duidelijk zijn. En uh, pas op, heel veel mensen zeggen: uh, 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 hoe noemen we nou die Hollandse reeks? Uh, ai, mijn namen gaan vandaag niet zo goed. Uh, 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 die Gooise Vrouwen? Nee, nee, oh. nee, dat, dat vind ik nog wel redelijk goed. Okay. Dat is super leuk. Nee, eh. Uh, ja, nou, de nee, Hollandse reeks ook met veel pruiken en gek doen. En dat vind je ook niet zo grappig. Dus dat is een soort vorm van humor die mij gewoon minder, minder ja. aanspreekt. Maar ik denk ook wel dat de, die Vlaamse cultuur daar misschien. Uh, dat is bij In de Gloria wellicht ook. Hè? Absoluut. Maar ook gewoon puur redactioneel ook. Hoe dat gemaakt is. Hoe dat die dialogen geschreven zijn. Ja. Die zijn heel goed uitgevoerd door goede acteurs. En dat creëert een soort van situatie-humor. Ja, en voor, bij mij persoonlijk pakt dat gewoon direct. Ja, ja. Dus dat kan heel goed zijn... alleen dat een andere zegt van... Nee, dit is helemaal niet mijn ding. Maar dat kan dan zijn dat die persoon dan weer heel hard moet lachen met... Ja, iets waar ik dan weer niet ja, mee moet lachen. Ja, of Ja. Uh, of dat allee, je, maar dat, je, dat, dat vind je je ik wel... alleen ik, ik... Dat is misschien nu een beetje gedateerd of zo. Ja. Maar, ik, maar ik vind dat wel nog altijd... Allee, ik kan daar wel nog van genieten. Om naar gaston en leeuw te gaan... Allee, ik zou daar nooit zo hard mee lachen als we mijn grootouders ermee hebben gelachen. Nee, ja. Maar... Allee. Allee, maar... even uit. Ja. Oké, okay, goed. Uh, het eiland. Uh, er zijn uh, heel veel mensen. Vanavond weer een uh, volle joker. Ik heb er zin in. Van mensen die het, uh, die het doen. En, en uh, ja... En, de, de, heb, je, heb je iets veranderd aan de quiz sinds... Allee, ah, dat ging niet. Um, ja, ik heb... Twee schrijffouten. Ah ja, ik had Brian Adams met IA geschreven. Brian, want het was met een Y. Brian, Brian. Is met een, y. een Y. En um, ik had op een bepaald moment had ik ook Alain. Was ook een antwoord: Alain. En ik had per ongeluk Alian. Ah ja, gewoon. Dat is eigenlijk een typefout. Ja, dat is een typefout. Ja. Alright, dus nu is de quiz helemaal perfect. Daar hoop ik. <laughs> En, uh, nou ja, ik hoop dat de mensen, gisteren was het echt een leuke uh, leuke mensen uh, ja, heel die mensen. mee hebben gedaan, dat allemaal wel. toffe, ja. ook heel diver diverse uh, ja. mensen, heb ik pijn in je rug? Ja, oh. maar dat is mijn eigen schuld. <laughs> maar daar um, vind ik dus ook, mannen en vrouwen, ja en ook een variëteit aan leeftijden. Absoluut waar. Dat was een meisje van 19, dan was er daar ook een. Het was er 50 een beetje mijn, mijn Mijn jonge gasten, ja. uh, een ploeg, inderdaad. Allee, gelijk mijn ouders, zo. Ja. die mensen zaten er ook bij. Dat is ook waar. Uh, All right. Het eiland, het brengt mensen bij elkaar. Ja, dat is het Ja, de beetje Heel erg bedankt voor het gesprek.